nu loopt er een opname. We gaan de opgave zoals die in het voorbeeldtentamen zitten, gaan we maken met behulp van NetBeans. Maar om te zorgen dat jullie het beter kunnen lezen in de opname, maak ik het font wat groter. Zodat het allemaal leesbaarder wordt. Goed, dan zien we dus wat de fondsen zijn wat groter. De projecten die liggen altijd op de desktop. Dus als je in NetBeans een project open probeert te maken, dan moet je eerst naar de desktop navigeren. En het voorbeeldexamen wat we jullie gegeven hebben, dat is Sample Exam Project -PRC1. Je ziet ook dat er op die examenomgeving ook nog een database performance assessment als voorbeeld ligt met één opgave. Daar kun je natuurlijk ook nog naar kijken als je je voorbereidt voor op dat performance assessment. Maar we gaan eventjes met deze opgaves aan de slag. En de opgave waar het waar zwaartepunt ligt wat betreft deze les, dat wil zeggen nog eventjes kijken naar het streaming gebeuren. Dat is de opgave Books from File. Books from File. Ook dat is weer een opgave die komt uit de MOOC. Met een kleine aanpassing. We hebben er een methode aan toegevoegd die je moet implementeren. En die methode die je moet toevoegen is die methode die heet... even kijken of die erin zit. Ja, dat is de methode getOldestBook. En de naam van de methode die zegt eigenlijk al wat je mag verwachten. Die levert één boek op, waarvan de publicatiejaar het langst geleden is. Dus, want dat is het oudste boek, hè, het boek wat het langst geleden gepubliceerd is. Dat is het boek wat het oudste boek is. Maar voordat we dat kunnen doen, moeten we natuurlijk eerst zorgen dat we die boeken kunnen lezen. En daarvoor moeten we deze methode Read Books maken. En wat jullie krijgen tijdens het performance assessment is een programma. Dat wil zeggen, in dit geval zou dat zijn deze twee files, waarbij de boek Java file, dat is een file die gegeven is. Dus daar hoef je eigenlijk niks meer aan te doen. Het is een hele simpele boekklasse. Met een boek heeft een string, heeft een publicatiejaar, heeft een aantal pagina's en heeft een auteur. En dat is wat ons betreft voldoende om een boek te beschrijven. En er zitten een aantal getters in en een toestring. Zodat je die klasse redelijkerwijs kunt gebruiken zonder hem verder te hoeven aanpassen. En het enige wat je moet doen in deze opgave is deze twee to-do's implementeren. Mocht je met je eigen applicatie willen spelen zonder test uit te voeren, dan kun je dit programmaatje ook nog uitvoeren. Mocht dat nodig zijn. Maar dat is meestal niet het geval. Je ziet ook in deze opgave dat er een aantal to-do's staan. En dat zetten we erin en, om een goede reden. Het is namelijk vrij makkelijk met NetBeans om alle to-do's, alle opgaves die je moet uitvoeren, te vinden in NetBeans. Door op Ctrl en 6 te klikken, zie je het lijstje van alle to-do's die in je project of in je projecten voorkomen. Dus als ik hierop klik, dan kom ik in op deze plaats terecht. En als ik dat nog een keer doe, als ik op deze plek klik, dan zie je dat vervolgens deze getOldestBook, maar hier had eigenlijk wel wat netter moeten staan, getOldestBook. Dus, zo heet die methode. Dan zou je hierop terechtkomen. Ik zal dit eventjes maximaliseren. Dat is iets prettiger. En dan dit vastzetten. Al die outputs vastzetten. Ook het testresultaat laten zien. Een truc die je wellicht al geleerd zult hebben bij het werken met opgaves in de MOOC is simpelweg de testen te draaien. En omdat dat ook in dit geval gaat, de compiler vindt deze file goed, maar het werkt niet zoals het hoort. De compiler zegt oké, dit is te compileren, dus ik kan ermee mee omgaan. Dan kun je dat doen, dat testen van het project, door op dit knopje te klikken. Dat is dat bruine doosje met dat oog aan. En dat betekent Test Project. Het is eigenlijk hetzelfde knopje als wat jullie in de MOOC ook gewend zijn bij het testen van je opgave. Dus als je daarop klikt, dan zul je zien dat deze file weliswaar compileert, maar dat de test vinden dat het niet in orde is. Ja, en dan zie je dus dat hier een testresultaat komt te staan. En in het testresultaat worden een aantal testmethodes uitgevoerd, zo moet ik het zeggen.
En die testmethode die vindt een aantal fouten. En die zeggen onder andere dat de file niet gevonden wordt, of de lijst van boeken niet de juiste boeken bevat, enzovoort. Dus dit zijn de testen die, die uitgevoerd worden. En je kunt natuurlijk één voor één naar die testen gaan kijken, maar eigenlijk is wat je zou moeten lezen, is feitelijk het berichtje, de message die je krijgt op het moment dat een test fout gaat. En hier staat, when a file is in the format A12B, the reading should result in one book named A, publishing year 1, and pages 2 and author B. Dat is wat er staat als je naar deze tekst wijst. En dat is de feitelijke message die je krijgt als de zaak fout is. Nou, wat we noemen je te doen is dit ding implementeren. En je kunt het op twee manieren doen. Deze methode, deze readbooks methode, mag je op de klassieke manier implementeren zonder gebruik maken van streams. Maar zometeen de volgende methode, de Get Oldest Book, die mag je niet implementeren met behulp van een forlus. Die moet je met een stream implementeren. En om te laten zien wat dan eventueel fout gaat, zullen we dat ook voordoen. Nou, wie heeft een idee hoe we deze methode, deze list read books, kunnen implementeren? Wie kan me daar een hint voor geven? Ik zou beginnen met het maken van een array list. Je zou beginnen met het maken van een array list, Michiel. Goed zo. Dat is een hele nuttige aanpak. Dus wat we doen is gaan een array list maken. En heb je ook een idee wat het type van die array list moet zijn? Het generieke type? Boek natuurlijk. Boek natuurlijk. Je bedoelt boek. En dan natuurlijk als aanvulling dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Heb je een idee hoe je die variabelen zou noemen? Ik zou dat een temp list noemen, want het is maar een temporary list die je gebruikt. Ja, we zouden een temp list doen. Goed, dan maken we een temp list van. Dat is best redelijk. Wat ik meestal doe, misschien is dat een hint, ik noem dat ding simpelweg result. En dat result is altijd de variabele die het resultaat van de methode meegeeft. Maar templist is een prima naam, dus ik laat het gewoon staan zoals het is. En dus ik maak hier een nieuwe arraylist van. En dat gaat simpelweg door completion. Dan hebben we dat alvast gehad. Dan kunnen we vervolgens die templist ook teruggeven. Want dat is het resultaat van ons werk. Ja? Nou, en dan. Een puntkommaatje erachter. En dan zullen we zien dat als we de test uitvoeren, dan zegt de compiler: oh, dat is prima. Maar de testen zeggen: nee, dit is nog niet zoals het hoort. Dus ik voer simpelweg de testen opnieuw uit. En het is ook aan jullie aan te raden: steeds als je een wijziging aangebracht hebt, je test uit te voeren. Want dan zul je zien op een gegeven moment: dan zijn één of twee van die testen zijn correct. En dan mag je ervan uitgaan dat die ook correct blijven. Met je. Niet te veel in het zaakje veranderen. Maar het is de volgende aanpak. Wat zou je als volgende gaan doen? Wie helpt? Giel heeft al wat gezegd. Anderen mogen ook bijdragen natuurlijk. En ik heb alle tijd. Tot 2:30. Wat zou de volgende zijn? Met bestanden heb je natuurlijk een try-catch nodig. Misschien. Dat kan. Waarom zou je een try-catch willen hebben? Nou, als er wat fout gaat, dat je dan ook kunt zien wat er fout gaat en waar. Oké, maar als ik een try-catch neerzet, dan moet ik wel iets hebben wat fout kan gaan. Hè? Dat kan het wel doen. Maar we gaan het gewoon zo simpelweg doen. Hè? Dus experimenteren is altijd leuk. Try. Hier hebben we de try. En een catch. En wat moet die een catch hebben? Die heeft altijd een exception. Als ik niet beter weet dan dat, dan maak ik er maar gewoon een exception van. Hier. Maar is het zo dat we hier een try-catch gebruiken omdat het gaat om data? Het is wel een file name waar je mee werkt, zeg maar. Dus het lijkt me toch wel belangrijk om hier een try-catch voor te gebruiken. Ik ben het in die zin ook eens en ik ga ook met jullie mee. En op het moment dat die try-catch optreedt, als die exception optreedt, dan wil ik er natuurlijk ook iets mee doen. Ja, dan moet ik eigenlijk al logging gaan toevoegen. Dat wil ik nu nog niet. Ik ga simpelweg exception print track stack trace doen. Dat is, dan gebeurt er in ieder geval iets. Dan zul je zien dat er
Dan kun je zien waar de exception opgetreden is. En dat is altijd behulpzaam voor de programmeur. Dat e-print, x-print, stacktrace is iets wat je tegenwoordig niet meer doet. Dat doe je met logging, maar dat wil ik nu even simpelweg van weg blijven. Dus ik heb hier een try-catch-blok. Dat is al aardig. Hè? Ik had hem eigenlijk niet nodig, want zoals je wellicht al ziet in regel 19, geef ik de exception simpelweg door die er al op kan treden. En de exception die kan optreden is, de file bestaat niet, of de file is niet te openen, of niet te lezen, enzovoort. Dat zijn allerhande kindklassen van IO exception, file not found is er eentje, en cannot read of no access. Dat zijn allemaal kindklassen van de IO exception. Maar in dit geval, daar kan een exception optreden. Wat is de volgende stap? Nou heb ik een vangnet voor mijn eventuele exceptions. Wat ga ik doen nu met de file? De file naam die wordt meegegeven in hier in als parameter in readbooks. Wat zal ik? Ja? Het pas opzoeken of ophalen in ieder geval. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb om een bestand te benaderen, heb ik een path nodig. Een path in het Engels met een TH, dat is een beetje lastig uit te spreken. Omdat we in de MOOC steeds gewerkt hebben met Java 8, zal ik ook hier in dit geval de Java 8 aanpak gebruiken. En daarvoor gebruiken we de paths. In de paths file bestaat een get methode. En die get methode die kun je of een reeks van strings meegeven, dat wel een eerste string en dan vervolgens een aantal meer. Of een URI meegeven. Ik kies er voor deze. En die gebruikt simpelweg de faalnaam, want dat is wat die kan zien als de eerste string die voorkomt in dit stukje code. En wat daarachter stond, comma more, dat heb ik in dit geval niet nodig, want ik mag ervan uitgaan dat die faalnaam het volledige pad bevat. Die faalnaam, als die alleen maar een naam van een faal is, dus zoiets als. Ik kan hem ook nog laten zien, die file die ik wil gaan lezen. Die staat in het project. Die staat. Ik mis wat hier. Even kijken hoor. Ik zie dat ik wat. Iets hier niet heb. En. Dat wil ik even niet hebben. Ik ga in dit project even kijken. En dat doe ik door projecten activeren en dan op deze terminal te klikken. En als het goed is, komt dan hier een terminal. Daarvan het font ook even wat groter maken. En dan hier in de directory kijken. En dan zie ik dat ik hier een file mis, die ik hier eigenlijk verwacht heb. Maar gelukkig staat die op deze nieuwe stick, staat die wel op. In de machine of op de desktop ergens. Exam solution en dan books from file en dan. Ik zie dat ik iets mis. Dat ik een bestand mis. Maar dat gaan we zo meteen oplossen. We gaan simpelweg een bestand erbij maken dat we nodig hebben. Dus we hebben een pad nodig. En dat pad maken we van de faalnaam. En je ziet hier dat ik paths.get en dan die faalnaam meegegeven heb. En dat is een methode die maakt een pad. En ik heb er tegenwoordig de gewoonte van gemaakt om simpelweg NetBeans de variabele die daaruit komt te laten definiëren. En dat kun je in dit geval zien dat dat lampje hier. Dat lampje zegt, er komt een variabele uit, of er komt iets uit. Dat ding geeft iets terug, deze methode. Dus laten we die uitkomst maar eens opslaan in variabelen. En dat ding krijgt dan een naam die afgeleid is van de methodenaam. En dat zou dan get zijn geweest. Dus ik heb nu een pad dat ik kan gebruiken om een file in te lezen. Hè? Wat is de volgende stap die ik kan uitvoeren? Ik heb nu een pad naar een file. Wat zou de volgende stap zijn? Het bestand daadwerkelijk openen en op te slaan of een hashmap of een arraylist? Ja, in dit geval een hashmap. Hè? Want we hadden, een arraylist. We hadden gekozen om het ding in een arraylist te stoppen.
Ja, klopt. Mm-hmm. Daarvoor moet er eerst een boek worden gemaakt van die data. Ja, precies. Kan. Maar het idee is, denk ik, dat we dat bestand regel voor regel willen inlezen. Niet waar? Ja, klopt. En hoe gaan we dat doen? Klassieke manier in de MOOC is, als je informatie wil lezen, dat je daar de scanner voor gebruikt. Ja? Ja, klopt. Oké, dan gaan we dat ook doen. We maken een scanner. En die noemen we ook maar scanner. Even niks aantrekken van het feit dat die daarboven ook al gebruikt wordt. Is een nieuw scanner. En kijken wat er gebeurt. Dus ik kan hier Ctrl spatie intypen. Dan heb ik dat ding te pakken. En ik kan vervolgens die een pad meegeven. Je ziet dat je dat pad wat ik net gemaakt heb, dat kan ik gaan gebruiken. Je zou ook een string kunnen gebruiken, maar let op, als je een string gebruikt als input voor een scanner, dan wordt die string zelf geïnterpreteerd door de scanner. Dus die gaat dan die string zelf uitlezen in plaats van het bestand wat je met die string bedoelt. Dus we hebben terecht, zoals jullie gesuggereerd hebben, een pad aangemaakt. Dus we gaan deze methode kiezen uit het lijstje. En puntkommetje erachter, dan hebben we daarmee onze scanner te pakken. En nu kunnen we vervolgens die scanner gebruiken om dat bestand uit te gaan lezen. Wat zou de volgende stap zijn? Je hebt nu het bestand openstaan. En als je dan aan de scanner iets gaat vragen. Je gaat vragen of die scanner nog informatie heeft. En vervolgens met die scanner gaat lezen, krijg je de eerste regel. En de volgende slag de tweede regel. En de volgende slag de derde regel, enzovoort. Je gaat vanuit de scanner ga je de method hasNext gebruiken. Correct. Ja, zo, je maakt een lus, een while lus. Zoals we het in MOOC steeds doen. Hè. We gaan aan die scanner vragen of die nog informatie heeft. En zo ja. Wat gaan we dan doen? Ja, ik weet niet hoe het bestand is opgedeeld, maar je wil wel een soort van regex om ze zeg maar te kunnen splitten. Ja, hoe het bestand opgebouwd is, en dat kan ik wel even op de andere terminal laten zien, denk ik. Even kijken. Dan moet ik daar eventjes NetBeans opstarten, want ik heb het mezelf een beetje lastig gemaakt, merk. PLC 1247 sample exam. Questions. Ja, solution. Books van file. En hier zie je het boeksbestand zoals ik dat had willen hebben. Zie ik staan. Je ziet dat het comma separated value file is. En er staan in totaal per regel 4 veldjes. Die zijn gescheiden met een comma. En het eerste veldje is zoals overeenkomend met de definitie in de boekfile. Is de titel. Het tweede is het jaar van uitgave. Het derde is het aantal pagina's van het boek. En het vierde is de auteur van het boek. Dus van Harry Potter, de Philosopher's Stone. Dat is een van de eerste boeken van Harry Potter. Is door J.K. Rowling geschreven. Het aantal pagina's weet ik niet of dat klopt, maar dat zal wel. Is tenslotte een kinderboek, dus dat moet niet al te dik zijn. En er staan ook wat oudere boeken bij. Oh, dat valt ons wel mee. Goed, dit had erin moeten staan op mijn, in het bestand. Dus de volgorde waarin ik de velden vind is steeds eerst het auteur, dan het jaar van uitgave, dan het aantal pagina's en dan uiteindelijk de auteur. Dus dat zijn 4 veldjes die ik uit elke regel kan peuteren. Ja, maar zover ben ik nog niet. Ik moet eerst die regel eens even inlezen. Met behulp van die scanner. Wie? Ik zou een stringvariabele aanmaken. Ja? Want daar wil je dan de string in opslaan. Laat ik die line noemen, regel. Ja? Mm-hmm. Dat doe je met de scanner.nextline. Dat doe je inderdaad met scanner.nextline. Dan levert die de hele regel in. Mm-hmm. Met uitzondering van het regel ombreekteken, new line, dat wordt niet meegelezen. Dat is correct. En wat kunnen we dan vervolgens met die line gaan doen? Je kunt diezelfde string, kun je daar een array van maken. Ja, met behulp van? Wat is het? De split. Ja.
En daarin moet je dan een rekex opzetten, omdat we een comma hebben, omdat het daarop gesepareerd is, doen we dan een comma opgooien. Ja. En dan ga je vanuit de array 0, 1 tot en met 4, sorry, 0 tot en met 3, want je hebt vier stukjes die je wil opslaan, ga je in het nieuwe object van het boek stoppen. En dat stop je dan uiteindelijk in je ArrayList. Helemaal goed. Laat ik er even... Natuurlijk, stapje voor stapje. Ja, je moet stapje voor stapje bijkomen. Dus het eerste wat ik gedaan heb is line.split ingetypt en daarvoor gezegd van je mag splitsen op de comma. En ik doe even niks meer met de reguliere expressie, want in dit geval niet nodig. En dat is ook in de opgave niet nodig. Als dat al zou moeten, dan geven we die reguliere expressie er meestal bij. Dus ik laat het even zoals het is. Maar er komt een array van strings uit. Hè? En ook hier doe ik dat weer. Er staat een lampje. En ik laat het ding simpelweg die variabelen zelf definiëren. Dus een array van strings. Als ik dat ding zelf een naam zou moeten geven, dan noem ik dat dan vaak parts. De delen, de deeltjes van de string. Ik heb die string in stukken gehakt. En dat zijn de vier veldjes. Het eerste veldje op positie 0, dat is de auteur. Het veldje op positie 1, dat is het jaar van uitgave. Het veldje van positie 2, dat is het aantal pagina's. En het veldje op positie 3, dat is de auteur. Nou, dat kunnen we simpelweg ook zo doen. En om het leesbaar te maken, schrijf ik het ook nog even zo op. Sorry, dat is de title. Is part 0. Ja. En de auteur. Dat is ook een string. Maar dan positie 3. Zoals we gezegd hebben. En die andere. Oeps. Die andere 2. Die wil ik ook lezen, maar niet als string. Ik wil die lezen als integer waarde. Dus wat ik doe, is ik zet hier een int neer. En publish hier. Ja. Dat wordt dan een integer. Oops. Integer.parseInt. Van de string op positie 1 in die partslijst. Zo. Op positie 1 in die paadslijst. En het aantal pagina's. Die zit, dat is ook een integer. Dus die kan ik op dezelfde manier inlezen. Maar dan op plaats 2 in dit array. En dan de auteur op positie 3. En dan heb ik alle elementen die ik nodig heb om een boek te maken. Want dat kan ik ook hier zien in de boekklasse. Even spieken, zie je hier string name of title van het boek. Dan release hier en aantal pages. Ik zie hier dat dan een irritante fout in staat. Dat zou een kleine R moeten zijn. Excuses, maar dat maakt voor de rest niet zo heel veel uit. Dan kunnen we daar dus een boek van gaan maken. En dat kunnen we doen door er een boek van te maken. En als het een beetje mee zit, dan snapt de IDE, omdat de variabelen van dat type op de juiste volgorde gedefinieerd zijn, en ook in die volgorde in deze file staan, snapt hij dat boek en de spullen die ik in deze methode gemaakt heb, dat die gebruikbaar zijn om daar een boek van te breien. En dat betekent dat we deze completion, deze suggestie van de IDE simpelweg kunnen aannemen. Dan hebben we het boek te pakken en nu. Wat moeten we nu met het boek doen? We hebben een boek. Wat is er nog te doen? We hebben van die ene regel... Ja, zeg maar. Zodra je dan een boek hebt, ja. En dan is het de bedoeling dat je dan het boek toevoegt aan de ArrayList. Ja. Die je wilt returneren. Ja, inderdaad. Dus die template die krijgt een nieuw boek. En dat gaat zo simpel, want alles is eigenlijk al, staat al klaar om simpelweg geaccepteerd te worden. Dus die IDE doet min of meer vanzelf wat er zou moeten gebeuren. Nou, ik heb een heel stukje code geschreven. Ik had wellicht tussendoor al wat vaker een test kunnen uitvoeren, maar dat zou steeds dezelfde problemen opgeleverd hebben. Ik ga nu eens kijken wat er gebeurt als we dit ding uitvoeren. En dan zien we dat we nog steeds vier files hebben.
U heeft het paard verkeerd gespeld. Ik heb het pad verkeerd gespeld. U heeft paard in plaats van paards. Ja, nee, paard 0, 1, 2, 3. Ah, wacht even. Ja, en ik klopt. En ik zie op deze tumor de kleuren niet goed. Dat is helemaal waar. Want u helpt hem uitstekend. Want daar staat ook een rood lampje voor. Maar dat zie ik op deze tunnel op dit moment niet zo goed. Nu is het... Pars int ook, meneer. Heel goed. Ik kan niet typen, maar dat wisten we al, hè. Nou lijkt het allemaal foutloos. Eens kijken of het nu wel wil. En nu heb ik nog steeds 4 fouten in mijn programma. Wat is er nu aan de hand? Template wordt gemaakt. Moeten we dit in plaats van line bij een nieuw boek title gebruiken? Je hebt helemaal gelijk. Heel goed, dankjewel. Dat gaan we dan ook maar even aanpassen. Dus je ziet dat die fouten, die testen die we uitvoeren, dat die wel degelijk fouten laten zien. Stommigheden, dat is overduidelijk dat het allemaal stommigheden van mij zijn. Laten we eens kijken wat er nu gebeurt. En dan kunnen we eindelijk jippie zeggen. Want als we goed kijken, dan staan hier net al 2 testen slagen en 2 testen niet goed lopen. Dat we zien dat de return method returns books, dat die helemaal goed lopen. Alleen de methode method oldest book correct, die testmethode, die slaagt nog niet. En dat heeft te maken met het feit dat, dat die methode nog niet geïmplementeerd is. Dus het lijkt erop dat dit stuk van onze opgave, dat al gelukt is. En wat kan ik nou het beste doen om te zorgen dat ik dat bestand wat ik nu niet op mijn stick heb staan, dat ik dat op die stick krijg of dat ik kan laten zien hoe dat verder gaat. Ik denk dat ik het mezelf maar makkelijk maak om niet al te veel gehandels te zitten met de stick. Dat ik simpelweg omschakel naar de andere scherm, omdat ik daarvan zeker weet dat het allemaal beschikbaar is. Want, dat is misschien ook toch even nuttig om te weten, met deze stick kan ik helemaal nergens naartoe. Ik kan met die stick niet meer van mijn laptop af, ik kan niet naar het internet, ik kan ook zelfs niet op de harde schijf van de laptop komen, of van de andere computer die ik zou willen hebben. Dat is allemaal afgesneden en dat is ook precies de bedoeling in een assessment. Want we willen dat alle studenten dezelfde kansen hebben en dus dezelfde informatie ter beschikking hebben tijdens het tentamen. En alles wat je nodig hebt tijdens het tentamen moet op die stick staan. Blijkbaar heb ik het nu in dit geval niet goed genoeg getest. HSBR geweest gisteravond, weet ik nog, een biertje gehad. Geen idee. Dat is belangrijk om te weten. Die stick werkt op 1 essentieel stuk af van de stick die jullie hebben. Namelijk dat toegang tot internet, maar ook toegang tot je lokale harde schijf is niet mogelijk. Dus daar kun je helemaal niks mee. Dat is zoals het ingericht is. Dus ik kan ook hier, als ik het zou proberen, ik kan ook hier niet aan de eigen harde schijf gaan of naar het systeem toe. Of als ik hier naar een of andere hulp directory ga of naar de home directory ga, dan zul je zien dat ik hier weliswaar naar het filesysteem kan gaan van de stick. En dit is ook de stick zelf, maar dat ik vervolgens niks kan vinden. Ook als ik naar het netwerk ga, dan lijkt het erop dat ik hier netwerk krijg, maar je ziet ook hier dat die netwerkverbinding die is simpelweg niet beschikbaar, omdat de drivers die je nodig hebt om die netwerkverbinding te maken, niet op de stick aanwezig zijn. Die zijn er van expliciet van afgehaald, verwijderd, zo gezegd. Dus wat ik nu doe, om te zorgen dat ik toch verder kan met deze opgave, ga ik omschakelen naar mijn andere machine. En op die andere machine laat ik dan zien hoe je het ook kunt oplossen. Dan heb ik ook de mogelijkheid om een alternatieve manier om die eerste methode te maken op te lossen. En daar heb ik dan ook gelijk mee het streams gebeuren te pakken. En daar moet ik nou wel even mijn IDE voor opstarten. Wat staat hier? Nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. En dat gaan we dan als volgt doen. En dan moet ik even naar mijn
de directory waarop het examen gebouwd wordt. Dat is 2021-0104. Dan naar de exam project en dan de books from file project. En dan zien jullie ook dat, dat daar die books file wel bestaat. Als ik hier NetBeans opstart en dan op die andere machine dus. Dan kan ik hetzelfde nog een keer doen. Dat wil zeggen de read books from file, de read books methode implementeren. Hier staan er twee, dat is maar eentje te veel. Even kijken, die wil ik niet. Close, die wil ik wel. Dat is, als het goed is. Ja. Dat is de oorspronkelijke opgave, zoals we hem gezien hebben. En die ga ik simpelweg voor jullie op nog een keer oplossen. Maar nu op een alternatieve methode. Dat is eigenlijk wel leuk. Dan kun je zo meteen, als de film gepubliceerd is, de video gepubliceerd is, kun je de twee verschillende aanpakken zien. Dus we hebben zojuist gezien hoe je het kunt doen op de klassieke manier. Dat wil zeggen, je defineert een ArrayList. Vervolgens converteer je de faalnaam die je meekrijgt als parameter, converteer je naar een pad. En je gebruikt dat in een scanner die je gebruikt om die hele faal uit te lezen, lijn voor lijn. Hè, zoals while, has, next, lees je die faal uit. De moderne aanpak om dit op te lossen gaat met behulp van een utilities klasse. En die utilities klasse die heet files en die heeft ook een pad nodig. En dat zou er als volgt uitzien. Dat is de Files Utility klasse. En die kan regels inlezen. Je ziet dat je daar een pad voor nodig hebt. Je kunt daarvoor die faalnaam meegeven als variabele. En nu zet ik er eventjes een puntkomma achter. En dan zet ik er eventjes een puntkomma achter. Om te laten zien wat ik nu te pakken heb. Je ziet dat ik hier lines heb. En wat dat ding nou zou moeten opleveren. Alleen doet hij dat jammer genoeg niet. Dat wat ik nu eigenlijk heb is een stream van regels. Want je ziet dat ik hier hierboven zie je dat wat geproduceerd wordt door de methode files.lines. Waar ik een pad aan meegeef, dat het een stream van regels is. En die stream van regels bevat dus, een stream van strings moet ik zeggen, die bevat dus een string en dan nog een string en nog een string en nog een string en nog een string. En wat ik daarmee kan doen, ik kan die string converteren naar een string, een array van string. En een array van string daarvan maken, dat kan simpelweg door de split methode aan te roepen. En dat is dezelfde split methode die ik al eerder gebruikt heb. En dan zie je in de completion dat ik hier een stream van strings heb staan. Zo. Een stream van strings heb staan. Dus hier zie je als eerste een stream van string te staan. En na die split operatie staat er een stream van string arrays. En als je dit zul je ook zien tijdens het performance assessment, want dit is dezelfde Java of dezelfde NetBeans versie als die jullie tijdens het performance assessment kunnen gebruiken. En om dit aan of uit te zetten, doe je dat in View and Show Inline Hints. Als ik dat afzet, dan zie je die hints niet meer. Als ik het aanzet met deze optie, dan zie je dat NetBeans netjes laat zien. Wat je nu te pakken hebt. Dus na deze map-operatie heb ik een stream van strings. Er zitten wat vervelende zaken in deze versie van NetBeans. Namelijk op het moment dat ik die puntkomma naar boven haal, dan zie je dat die informatie weggehaald wordt. En daarom breek ik de regel af om te zorgen dat ik steeds aan het einde van de regel die informatie zie staan. Dus hierboven zie ik stream van string en daaronder zie ik een stream van string arrays staan. Nou, die string array. Dat is nou weer precies, dat is bijna precies beschikbaar of geschikt om te converteren naar mijn naar een boek. Dus ik heb hier nu een string array. Laat ik dat ding, die variabele ook maar array noemen.
waarom die array, zo, met 1a. Die kan ik ook converteren. Die kan ik converteren naar een boek met behulp van nogal wat regels. Hè? Want dat zijn de regels die ik zojuist ook heb gedaan. Ik heb een array gekregen met 4 elementen. En elementen 0 tot en met 3, zo zijn ze genummerd in dat array. Laat ik dat voorbeeld ook even consequent ook maar even paths noemen. En vervolgens, uiteindelijk wil ik een boek maken van de onderdelen die ik te pakken heb. En dat kan ik dan doen door hetzelfde te doen als eerder. De titel meenemen en die staat als positie 0 van de paths. De auteur, die weet ik ook. Author. Dat is paths nummer 3. En de publicatiejaar, schrijf maar even zo. Dat is een integer. Oeps. Zo. En dat staat op positie 1. En pas int. Wat zegt hij nu allemaal? Even kijken, pas. Wat gaat hier mis? U maakt een stringvariabele aan en in die stringvariabele probeer je weer een integer te stoppen. Dat mis ik even. Ah, mijns. Ja, natuurlijk. Dankjewel, hele goeie. Ik let niet op. Ik heb te veel gekopieerd. Je ziet dat als je het kopieert en dan niet het goede wijzigt, dat je dan maar vaak fouten maakt. Wij noemen dat copy and waste fouten. Niet copy and paste, maar copy and waste. Rommel maken. Je ziet dat weer heel mooi voorgedaan. Die page count heb ik nu gemaakt. Dus ik heb nu de 4 delen. De titel, het publisher, page count heb ik te pakken. En vervolgens kan ik die gebruiken om daar een boek van te maken. En dat kan ik doen door een title, daar een titel in te stoppen. En dan publisher. En dan page count. En dan de author. En het afsluitend haakje. Daarmee heb ik een boek te pakken. En je ziet op het moment dat ik dat gedaan heb, dan zie je dat in regel 31, waar dit lampje nu staat, dat er een stream van books ontstaat. Dus het product van al dit werk wat ik hier heb staan, dat levert een stream van books op. En dat is eigenlijk al een heel eind in de richting van wat ik wil hebben. Het enige wat ik nog moet doen, is dat ik die stream van books, dat ik die verzamel, oftewel collect, in een lijst. En dat kan ik doen door in de collectors klasse, dat is ook weer zo'n utilities collectors klasse, een methode te pakken die toList heet. En wat die oplevert is, dat zegt de naam eigenlijk al, die levert een lijst op. En dat is precies overeenkomend met wat ik wil hebben, namelijk een lijst van boeken. Dus je ziet hier dat uiteindelijk hier dat een lijst van boeken is. Dus eerst begin met een stream van strings. Dan maak ik een stream van een string array van. Dan vervolgens met een wat lange methode maak ik daar een stream van boeken van. En vervolgens kan ik met behulp van de collect methode waar ik een collector mee geef, dus toList in dit geval, een lijst van boeken kan maken. En dan zie je eigenlijk dat ik het resultaat al te pakken heb. Dus wat ik simpelweg kan doen, hier return voor te schrijven. Dan wel goed gespeld natuurlijk. En dan zie je dat al die tussentijdse hints die verdwijnen. Dit heb ik niet meer nodig. En als ik alles goed gedaan heb. En je merkt dat dat niet altijd lukt. Maar stel eventjes dat ik alles goed gedaan heb. Ik test nu het project. Oh, ik zie dat ik daar dat knopje niet heb zitten. Dat zet ik er ook nog even bij. Dat vind ik zelf een handig knopje. Dit knopje. Dat zet ik liefste hier ergens neer. Ja, daar hebben we hem al. Dit knopje. Dus ik ga nu mijn project uitvoeren. Dat wil zeggen de test op het project uitvoeren. En dan zie je dat ik
dat er nog steeds een aantal fouten optreden. En dan moet ik even zien wat ik nu weer fout gedaan heb. Ja, ik zie het al. Hier staat weer zo'n copy and waste fout. Dus ik heb hier die 1 niet veranderd in 2. Je ziet dat die testen behoorlijk streng zijn. Maar nu zie je dat ik weer die 2 slagende testen heb. Die laten zien dat deze method returned books, dat deze read books methode, dat die correct is. Dan maar even hier een kleine wijziging aanbrengen, want daar zit ook een klein storend dingetje in. Hups. Hop. Hier moet ik simpelweg alleen maar test neerzetten. Dan worden die testen allemaal netjes 1 keer uitgevoerd. En je ziet nu dat die 2 testen slagen. Alleen die tweede methode die is niet correct. En die tweede methode, dat is eigenlijk het belangrijke onderwerp van deze les. Want daarin willen we laten zien dat je met streams allerhande interessante dingen kunt doen. Behalve verzamelen in een lijst kun je ook zoiets doen als sorteren. Dat is een nuttige operatie natuurlijk. Je kunt dus een lijst die je krijgt daar een stream van maken en dan vervolgens gesorteerd uitgeven. Of je kunt er ook het maximum of minimum element van nemen. En dat is precies wat we gaan doen in het tweede deel van deze opgave. Oeps, zo. Dus de tweede methode die we moeten implementeren is de onderste. Maar ik wil eventjes nog wat anders laten zien. Ik wil namelijk laten zien dat dit hele stukje, dat zou ook een methode kunnen zijn. En dat maakt je code een heel stuk leesbaarder. Je kunt met behulp van NetBeans kun je zo'n heel stukje code ook selecteren en dan converteren in 1 methode. En laten we dat ding gewoon simpelweg MakeBook noemen. Dat lijkt me een passende naam. Die zegt in ieder geval wat er gebeurt. En ik moet alleen hier nog wat accolades weggooien. Zo, eens even kijken. Ja. Bijna. Ik moet alleen hier van zeggen dat ik een boek realiseer. Hè? Dus in deze MakeBook methode die ik net gemaakt heb door het stukje uit te snijden en daar een nieuwe methode voor te definiëren, die geef ik een setje van strings mee, 4 strings mee, een array van strings mee, en van die strings maak ik een boek. En als ik deze wijziging, deze refactoring, zoals dat officieel heet, heb toegepast, dan zouden mijn testen nog even goed moeten lopen. Je ziet dat ik nog evenveel goede testen heb. En als ik dan vervolgens mijn code een beetje leesbaarder maak. Op deze manier. Dan zie je dat ik met behulp van deze streams methode hier nog relatief weinig code hoef te schrijven. Ik heb natuurlijk wel deze ene hulpmethode nodig om van een array van strings een boek te maken. Maar dit is al een stukje compacter als wat we hadden bij de oorspronkelijke oplossing die ik net op de stick gemaakt heb. Kan nog korter, maar dat is op dit moment is dat niet zo heel erg spannend. Laten we gaan naar die tweede methode. En dat is die getOldestBook. En die getOldestBook die mag simpelweg gebruik maken van het feit dat hij een lijst van boeken meekrijgt. En als we dat gaan doen op de klassieke manier, dat zal ik als eerste voordoen, dan zal die uitkomst correct kunnen zijn, als ik het tenminste goed implementeer. Maar dan zul je zien dat de testen zeggen van, je mag geen for loop gebruiken. Wat ik zo meteen ga doen. Je moet een stream gebruiken. Ik wil jullie dus ook laten zien dat de testen dat ook gaan vaststellen. Dus ik laat maar eerst eventjes de klassieke manier doen. Dus met een for loop. Wie weet hoe het dat zou moeten. Wie helpt? Wie kan me de oplossing met de for each loop influisteren? We beginnen maar eens met zoiets. Hè? Ik lees alle boeken uit de lijst. En vervolgens kan ik van zo'n boek naar het publicatiejaar kijken. En kijken of dat of dat publicatiejaar ouder is, langer geleden is als het actuele.
Ik moet nog een aantal dingen doen. Voordat ik aan deze lus begin, moet ik nog iets doen. Je moet eerst nog, zoals we eerst deden bij Read Books, nog de path gebruiken? Nee, dat hoeft niet, want ik heb hier in deze... Ik hoef een... Nee. Oh, natuurlijk. Nee, ja. Ik krijg hier een lijst van boeken. Je mag ervan uitgaan dat de main methode hier deze Get Oldest Book methode aanroept door het resultaat van deze Read Books terug te geven. Dat zullen we misschien zo meteen nog even doen. Ja, trouwens, ik kan het nog maar gelijk intypen, hè. Ik kan bij zoiets doen dan get oldest book van read books en dan van de filenaam en dat is books.csv. Dat geeft een exception. En die geef ik simpelweg door, want ik ben niet geïnteresseerd in het afhandelen van exceptions in deze opgave. Dat had ik hier ook al gedaan trouwens. Dus je ziet dat ik hier die try-catch niet gebruik. Ik zeg simpelweg, als jij mij aanroept en je geeft me verkeerde informatie mee, je geeft me een faalnaam mee die je niet kan openen, dan geef ik jou een exception terug en dan moet je maar zien wat je doet. Dat is ook een hele aardige benadering van het omgaan met exceptions. Als je zelf zeker weet dat je niks fout gedaan hebt, dan geef je dat foutje door aan degene die jouw parameters meegegeven heeft, dan mag die het zelf uitzoeken. En dat is best een redelijke benadering om met exceptions op te gaan in veel gevallen. Evengoed, daar komt een boek uit. En dat boek kan ik natuurlijk dan op het scherm zetten. Dus zo zou mijn uiteindelijke programma eruit kunnen zien. Ik gebruik deze scanner overigens niet. Dus je ziet dat ik in het main programma het oudste boek ophaal uit de lijst die ingelezen wordt met de readbooks methode. En die readbooks methode die krijgt de faalnaam mee van books.csv. En dat is deze ene faal die hier staat. Dat zijn diezelfde files die ik... Die ik net ook al heb laten zien aan die andere terminal. Nou nee, die heb ik laten zien in de terminal. Maar die waren jammer genoeg op de stick niet beschikbaar. Dus, waar waren we? Dat was de vraag. Get Oldest Book, die wil ik doen met behulp van een forlus. Als ik nog niks weet, wat is het oudste boek wat ik heb? Stel, even vanuitgaande dat die lijst van boeken altijd boeken bevat, die niet leeg is. Daar mag je van uitgaan. Wat is een goede schatting voor het oudste boek? Bij het begin van de lijst. Om gewoon een boek op te noemen? Gewoon iets? Ja, iets. Wat is een goede iets zonder zelf een boek te fantaseren? Hè? Dat zou ik natuurlijk ook kunnen doen. Ik zou kunnen zeggen, ik bedenk hier een boek. Titel A, jaar is 1000 en aantal pagina's 2 en de auteur is Pietje Puk. Dat zou ik allemaal kunnen doen. Maar ik kan natuurlijk ook zeggen, van, oh ja, het eerste beste boek tegenkomt, dat is het oudste boek. En dan vervolgens door de rest van de lijst fietsen. Ja, dus wat je zou kunnen doen... Hè? Je zou kunnen doen, is ik zo simpelweg van die books, wat een lijst is, het eerste boek ophalen. En dat is dan, die staat op positie 0. Dat levert je een boek op. Wat heb ik nou gedaan? 0. Dat levert je een boek op. En laat ik dat maar het oudste boek noemen. Want dat is, ja, ik weet niet beter, als dat is het eerste boek wat ik gezien heb, dat is het oudste tot nu toe. Ja? En vervolgens kun je dat oudste boek gaan gebruiken in de forlus om daarvan het jaar te vergelijken met het boek wat je op dat moment het lezen bent. Ja, dus wie helpt verder? Zoiets als if. Boek. Punt. Oh, weet je het ooitje veel. Boek. Punt. Het gaat om het publicatiejaar. Publish year. Als dat kleiner is als het publicatiejaar van het tot nu toe oudste boek, dan heb ik een nieuw oudste boek gevonden. Ik
correct? Als ik vergelijk wat ik weet als oudste boek, of wat ik denk dat het oudste boek is, vergelijk dat met het boek wat ik op dit moment bekijk, in die Fallus, als dat nieuwe boek, bekeken boek, als dat een eerder jaar heeft, een eerder publicatiejaar heeft, als het huidige oudste boek, dan is dat het nieuwe oudste boek. Ja, dan is dat het juiste oudste boek. Dan moet ik simpelweg deze oudste gelijk maken aan boek. En vervolgens, aan het einde van de lus, hoef ik alleen maar het oudste boek terug te geven. En dan ben ik klaar. Ja, dus ik zeg, eerste boek wat tegenkomt, dat is, noem ik het oudste. Vervolgens kijk ik al die boeken door. En als ik dan een nog ouder boek vind, dan pak ik dat als oudste. En aan het einde van de lus heb ik alle boeken gezien. En dan weet ik zeker dat het oudste boek wijst naar het boek wat de oudste publicatiedatum heeft. Het oudste jaar. Het jaar wat langs geleden is. Zo, dat is de definitie van oudste natuurlijk. En als ik dat uitvoer, dat programmaatje uitvoer, dan zul je zien, als ik het goed gedaan heb natuurlijk, dat er één test meer slaagt. Namelijk de test die zegt dat het oldest boek correct, dat het juiste boek geselecteerd wordt. Dat is, dat vind ik wel. Maar er is nog een methode die zegt, je moet een stream gebruiken om deze methode op te lossen. Want dat is de verplichte opgave in deze oplossing. Ja? Dus we hebben nu een correcte oplossing. We moeten daar een stream van maken. En als we een beetje mazzel hebben, en dat wil zeggen voor jullie mazzel, voor ons wat extra werk om de opgave wat correcter te maken, zou je dit misschien wel zo kunnen omzetten in een iterator niet, dan wil ik niet kijken. Nou, ik zie hier even geen makkelijke oplossing om de IDE het werk voor me te laten doen. Dus we gaan dat nu gewoon met de hand omzetten in een oplossing die gebruik maakt van streams. Ik moet er wel één dingetje voor uitleggen, zodat jullie beter begrijpen waarom die streams-methode werken met zoiets als optional. Als je in de API kijkt van de streams, dan zul je zien dat een hele hoop methodes niet een simpelweg object teruggeven, maar een optional van een object. In dit geval zou dat een optional boek zijn. Waarom dat gebeurt? Nou, het kan voorkomen dat zo'n lijst dat die geen enkele boeken bevat. En als dat zo zou zijn, dan zou deze methode op regel 43, die zou een fout opleveren. Die zou zeggen, er is geen boek op positie 0, want die lijst bevat geen enkele boeken. Dus je moet eigenlijk daar een soort testmethode om dit hele spul heen zetten. Een test, met een if dus. Om ervoor te zorgen dat je voor het geval dat die lijst leeg is, dat je dan ook een goede waarde teruggeeft. En die goede waarde is dan 0, NULL. Dus eigenlijk is deze methode alleen maar correct als ik hem zo schrijf. If books.size, ik zal hem, is empty, maar dan, nou, why not, return 0. Dat is eigenlijk best goed. Als die lijst leeg is, dan geef ik 0 terug. En als dat niet zo is, dan weet ik dat ik minstens op positie 0 een boek kan vinden. Dus dit is eigenlijk de correcte methode. De methode die test eerst of die lijst niet leeg is. Als die wel leeg is, dan zeg ik, nou ja, daar vind ik niks in, dus er is geen oudste boek. Als er wel één boek in zit, minstens één boek, dan kan ik deze rest van de constructie gebruiken. Het eerste boek erop halen en zeggen, nou, dat is het oudste tot zover. Vervolgens al die boeken langslopen om te kijken of ik nog een ouder boek vind. Zo ja, dan houd ik dat vast in de variabele oldest. En zo nee, dan gebeurt er niks. En uiteindelijk geef ik dan het oudste boek terug. Dus ik heb hier nog niks gewijzigd. Die testmethode die slaagt op dezelfde manier. Maar de manier waarop ik het opgelost heb, dat wordt ook door de derde test, de laatste test, niet geaccepteerd. Want die zegt, je mag geen forlus gebruiken en je moet per se de stream aanpak gebruiken. Nou, dat gaan we dus nu doen. En de aanpak is die steeds hetzelfde. Ik laat even wat er nu staat simpelweg staan. Maar ik ga nu beginnen met het streamen van die books. Wat is dan de eerste ding wat ik kan doen? Nou, het eerste is eigenlijk heel simpel. Ik kan van die lijst van boeken, van die arraylist mag je aannemen, daar kan ik een stream van boeken van maken. Heb ik
dat ding aanstaan? Even kijken. Ja, die staat aan. Daar gebeurt nog niks apart. Maar wat ik daarvan wil, ik wil het minimum element hebben. Het minimum jaar. Want dat is het oudste boek. Hè? Het boek waar het minimale jaar is uitgegeven, dat is het oudste boek. Dus van die stream, daar kan ik een minimum operatie op toelaten. En die minimum operatie die heeft een comparator nodig. En die comparator moet twee boeken met elkaar kunnen vergelijken. Nou, die comparator hebben we al eerder gezien in een van de eerdere lessen. Ik meen les 9, dat weet ik niet helemaal 100% zeker, maar dat kun je zelf naslaan. Dus ik moet een comparator definiëren. En een comparator die twee boeken, een boek A en een boek B, met elkaar vergelijkt. Dus ik moet hier een comparator definiëren. En zo'n comparator heeft twee parameters, boek 1 en boek 2. En die twee boeken, daarvan moet ik het publicatiejaar met elkaar vergelijken. Ik weet dat die publicatiejaren altijd positieve getallen zijn. Getallen die binnen een nogal beperkt bereik liggen. De boekdrukkunst is ontstaan in de 15e eeuw. Dus het verschil tussen die twee publicatiejaren is in de orde van grootte 300 tot 500 jaar. Misschien nog wel ietsje ouder, maar dat is niet zo heel erg spannend. In ieder geval niet in de miljoenen. Dus ik mag die vergelijking heel eenvoudig doen door de waardes van die publicatiejaren van elkaar af te trekken. Ik kan van het eerste boek het publicatiejaar opvragen en ik kan daarvan aftrekken het publicatiejaar van het tweede boek. En daarmee heb ik dan die comparator al gemaakt. Dus deze comparator, dit stukje hier, is de comparator die twee boeken met elkaar vergelijkt. Ja? Eigenlijk is dat hetzelfde als wat hier staat. Ja? Ik kan dit ook nog met behulp van een comparator schrijven, als ik dat zou willen. Dat kan zo. Nee, dat ga ik even niet doen. Nou wel, ik kan het wel doen. Zo. Eigenlijk is dit wat we hebben. Als de publicatiejaar van dit boek kleiner is dan het publicatiejaar van het oudste boek, dan is dit boek het nieuwe oudste boek. En dat kunnen we ook hier gebruiken in deze comparator en deze minimum operatie. En dan zie je dat ik na deze operatie een optional van boek gekregen heb. En het feit dat een optional is, heeft weer te maken met dezelfde reden als waarom ik hier zojuist het is empty getest heb. Die lijst kan leeg zijn. En in dat geval kan ik geen zinnig boek teruggeven. En kan ik alleen maar een nil teruggeven. En de aanpak die in de streams klasse en de streams bibliotheek gemaakt is, is dat je dan geen boek krijgt, maar dat je dan, of een nilwaarde, maar dat je dan een optional krijgt. En die optional, die kun je dan opvragen met behulp van de get-methode. Dus ik heb nu die optional te pakken en daarin bestaat een get-methode. En die levert dan uiteindelijk dat ding op wat ik wil hebben, dat boek. En dat is dan uiteindelijk ook het resultaat van mijn methode. Ja, dus ik kan nu dit helemaal uitschakelen, ik kan er commentaar van maken. En je ziet dat dit nu uiteindelijk de oplossing is van dit stukje code. Dus deze regel, dat zijn er 45, dat zijn ongeveer 10. Met een lege regel ertussen natuurlijk. Dat kun je vervangen door in totaal deze 3 regels. Waarbij je natuurlijk wel moet weten wat zo'n stream voorstelt. Denk wel even aan zo'n lopende band. In zo'n stream, daar heb je een filteroperatie zitten. Dat wil zeggen, die zegt, geef me het minimum. Die kijkt steeds of die een nieuw minimum element gevonden heeft. Doet in feite onder water hetzelfde als wat hier staat. En uiteindelijk, als je alle boeken gepasseerd bent, dan kun je aan dat ding vragen, verheef me dan het boek wat je gevonden hebt, door die get-operatie uit te voeren op die optional die ertussen staat. Hè. Dus ik zet eventjes dit weer als commentaar. Dan zie je dus, door deze truc kan ik dan zien dat ik als eerste een stream van boeken heb. Vervolgens daarvan het minimum selecteer. Dat levert een optional boek op. Een optional van boek op. En daarop kan ik een get-operatie uitvoeren die me dan uiteindelijk het boek oplevert. Ja? Dat is dus die extra methodes waarvoor jullie op willen wijzen, omdat zo'n opgave in het tentamen en ook in de herkansing kan voorkomen. Goed zo. Daar hebben we een hele tijd mee verbracht. Ik
denk dat het nuttig is. Een paar handicaps hebben we gehad, maar dat is niet erg. Want als er iets misgaat, dan kun je ook zien hoe eventueel wat er misgaat, hoe je dat op kunt lossen. En je kunt van fouten leren, altijd, je kunt altijd van fouten leren, zelfs als die fouten gemaakt worden door anderen, zoals mij bijvoorbeeld. Maar dat is allemaal prima. Wie heeft er nog vragen? Dat mag zijn over deze ene opgave, maar het mag ook, natuurlijk ook nog zijn over de rest. En ik moet natuurlijk even aantonen dat wat ik gedaan heb correct is. En nu zie je dat alle vier methodes van deze opgave slagen. En daarmee is deze opgave af. Wie heeft er nog een vraag? Het mag over dit stukje theorie zijn. Het mag ook zijn over een ander stuk in de MOOC. Of een andere opgave. Niemand? Kan? Mag? Nee, ik heb op dit moment geen vragen. Michiel heeft geen vragen. De andere misschien? Nee, niet voor mij. Hoeveel opgaves moet het toch goed zijn om een voldoende te halen? Of een 5,5 in ieder geval? Nou ja, ik denk dat als je de opgave gemaakt hebt in de MOOC, dan zit er veel meer in dan een 5,5. Dat weet ik bijna zeker. Dat is mijn ervaring. De studenten die een ander jaar de MOOC-opgave gemaakt hebben, die zijn allemaal geslaagd met goede tot voldoende cijfers. En dat gaat dit jaar ook weer gebruiken. De mensen die nog een beetje achterliggen, die moeten nog wat beetje doorwerken om opgave af te maken. Van dit jaar, de MOOC van dit jaar, daarvoor oplossen. Want dat is sowieso nodig om toegelaten te worden tot het examen. Maar is het echt verplicht om alle opgaves de volledige 100% te maken? Want ik vind persoonlijk dat er wel een aantal opgaves zitten waar ik niet heel veel uit heb geleerd. Dat kan zijn, maar dat heb je pas voor kunnen vaststellen nadat je ze gezien hebt. En dat geldt niet voor alle studenten, ze hebben ze nog niet allemaal gezien. Jij hebt ze dus blijkbaar wel allemaal gemaakt. Dat nog niet helemaal. Ik ben er nog wel mee bezig, maar ik ben wel een heel eind in ieder geval. Ja, je zult ook zien dat in de laatste 2 weken, misschien zelfs de laatste 3 weken, het aantal testen wat minder wordt. Dat vinden wij zelf een beetje jammer. Maar dat betekent ook dat de laatste weken niet zo heel moeilijk zijn om die uiteindelijk op te lossen. Want die testen die kijken eigenlijk niet zo heel erg strikt naar je code. Dus daarmee is het werk wat je moet doen al snel klaar. En dan kun je beter ook... De standaard truc of strategie gebruiken om de testen uit te voeren. En als de testen goed zijn, dan kun je dit spul inleveren en het is klaar. Dus concentreer je vooral op de eerste weken, want die moet je echt goed snappen om het assessment goed te maken. Maar de andere weken, daar is het maken van de MOOC-opgave relatief eenvoudig. Dus stel dat je tot en met week 9 de zaken klaar hebt. Dan zou je bij wijze van spreken de opgave van week 13 en 14 al kunnen maken voordat je de rest afmaakt. Dan hoef je daar geen zorgen over te maken. Dat zijn er ook maar een paar. Maar de regel is 100%. En die blijft ook zo. Oké, dank je wel. Ja, daar zijn we nu 2 in het praten en nu zijn ze allebei weer stil. Glenn wilde misschien nog wat zeggen. Of Jamie, ga je gang. Ja, het is al duidelijk. Ik heb de opdracht gemaakt, maar ik ben vergeten eigenlijk te pushen naar MOOC. Dus ik moet ze eigenlijk nog gaan pushen. Ja, dat moet je even doen, want wij gaan dus echt op de avond voor het performance assessment, dan halen we de statistiek van de MOOC op. En dan maken we een lijst van de studenten die we toelaten tot het examen. En de studenten die daar niet op staan, die komen niet de zaal binnen. Oké, dat is prima. Dat doe ik het nog dan. Ja, maar dat moet goed te doen zijn. Dat duurt nog even. Jullie hebben deze week nog wat te doen voor het project, denk ik. Jullie hebben wellicht nog assessments voor het project. Nee, dat hebben we al gehad. Vandaag gehad. Oh, dat is fijn. Dan is dat in ieder geval achter de rug. Maar dan kun je dat stukje werk kun je ook nog afmaken. En zeker voor de eerdere weken, als daar nog wat te doen is, doe je je best op. Overleg ook met anderen. Maar probeer het zo te doen dat je niet de opgave kopieert, maar snapt hoe het gaat. Want ik zeg wel,
alle studenten die de opgave gemaakt hebben, maar dat betekent alle studenten die de opgave zelf gemaakt hebben en niet simpelweg gekopieerd hebben om ze in te leveren. Want zo werkt het niet, hè? Want dan kun je alsnog dan val je alsnog door de mand. Dat is ook precies de reden waarom uiteindelijk we nog een examen hebben aan het einde van de rit. Want we weten natuurlijk niet tussendoor hoe er samengewerkt tussen studenten, wordt tussen studenten. Ik vind zelf, en ook eigenlijk denk ik alle docenten vinden, het samenwerken tussen studenten, overleggen van hoe zou je het aanpakken, zonder van elkaar de code over te typen, is altijd goed. Want daardoor, door het samenwerken, door het samen discussiëren over een opgave, worden die grijze cellen gestimuleerd om na te denken over het werk. En dat helpt om inzicht te verwerven. Maar als dat als je simpelweg kopieert, dan gaat dat niet gebeuren. Er zijn ook studenten bij die hebben dat studenten van vorig jaar, die moeten wellicht dit jaar nog het vak overdoen. Die hebben gedacht van, nou ja, ingeleverde opgave en ik heb ze van vriendjes gekregen en het huiswerk is af. Zo lijkt het althans. Die zakken dan, die vallen dan door de mand bij de assessment. Dus dat is zo'n beetje de garantie die ik je kan geven. Als je de opgave zelf snapt en gemaakt hebt, dan slaag je. En in veel gevallen ook met goede punten. Heb je simpelweg maar overgeschreven, dan gaat er niet veel gebeuren. Want je hebt simpelweg niet gesnapt wat er feitelijk gebeurt. Evengoed, ik wens jullie heel veel succes met het assessment. Mochten er nog vragen zijn tussendoor, neem simpelweg contact op via Teams. Of via mail als we via Teams niet bereikbaar zouden zijn. En natuurlijk moet ik niet vergeten jullie alsnog, want dat is een beetje laat, de beste wensen te doen voor 2021. Ik hoop dat we dit jaar uit die vervelende lockdown en die vervelende coronasituatie komen. En dat we in de zomer weer een beetje vrij door de wereld mogen lopen. En dan ook af en toe een terrasje mogen pikken of een bioscoopje. Dat wens ik jullie allemaal en mezelf ook. Ja? Oké. Hetzelfde teruggewenst. Ja, dankjewel. Nog de beste wens, inderdaad. Ja, inderdaad. Dankjewel. Als voor de rest geen vragen zijn, dan sluit ik de opname af en dan publiceer ik die zo meteen. Zodat we allemaal kunnen genieten van de typfouten die ik gemaakt heb tijdens deze les. Prettige dag verder.